Nou Ronald, we zijn vandaag in Amsterdam. Wat gaan we vandaag doen? Nou, wij gaan naar de studio toe. Want voor de studio? Die, ja, voor de mensen die het niet weten. Nou, Timo en ik doen mee aan een project. Een project? Een televisieprogramma? Een televisieprogramma project. Het is wel een soort project, ja. Het is wel een soort van project, want we moeten eerst even kijken hoe het gaat lopen. Ja. Maar het heet First. Hashtag First. Hashtag First, dan mag je First Gaming, eigenlijk ons gedeelte. Ja, ons gedeelte is First Gaming. Het is met verschillende soorten YouTubers en het is echt, ik ben echt best wel benieuwd. Wat ik dit ook. Dit is de eerste aflevering, tenminste we hebben al een keer meegedaan bij de openingsaflevering. Toen hadden we niet zoveel te doen. Ja, ze zaten er maar om bij. Dit is echt de eerste keer dat we vandaag een heel uur live op Ziggo, kanaal 13, gaan gamen. Doe maar bij de smet. En dan hopen we tot soms open. Oh, hij is open. Doe hem open. Doe open. Tekken, goed zo. Kom maar binnen. Nee, ga jij maar eerst. Okay. Ladies first, hè? Ladies first. Ah, hi. Hé, hey, hij zit op de gamer, jongen. Hey. Wat is goed, jongen? Ja, met jou, jongen? Ja, nou, jongens, dit is de studio. Nou, hier gaan we vandaag dus een live uitzending maken. Zoals je kan zien met dit grote ding. Oké, okay. Ik mag de game bepalen vandaag. Jullie mogen alles bepalen, jongens. Wat wordt de game? South Park lijkt me top. Het mag gewoon lekker. Jullie mogen gewoon. Jullie hebben straks volgens mij 25 minuten. En ik zeg, we kunnen ook gewoon echt gewoon fat toe games doen. Vorig jaar hebben we ook Goat Simulator en zo. Oh, jij hebt wel leuke games op Steam staan. Want dat welk spelletje gaan we spelen? Nou, ik heb hier een spelletje, die heb ik wel eens gespeeld op het gamepad. Oh god, ik ken dit. Dit is The Amazing Frog. Dit spel heeft me letterlijk 20 euro gekost. En het is nog steeds 20 euro, echt belachelijk. Dit spel 20 euro? 20 euro. What the fuck? Het is zo kut. Ik heb per ongeluk twee keer Fallout 4 gekocht. Waarom heb je twee keer Fallout 4 gekocht? Ja, per ongeluk. Online. En toen werd ik misselijk toen ik 10 minuten had gespeeld en nu speel ik het niet meer. Hij zit in een. Waarom zit. Hij zit er ook ineens in. Ja, het is echt zo'n rotspelletje. En hier is een trampoline en dan kun je met de auto's. Oh, kut. Nu soms op de trampoline. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Dit gaan we dus, en dat is het grappige, jongens. We gaan dat spelletje dus gewoon live op televisie spelen. Ja, dat is toch een live goal? Kan alleen bij First, jongens. Wat ik wel even wil laten zien, want dat is misschien wel leuk om als behind the scenes een beetje te doen. Dit is de studio, maar bij een studio hoort natuurlijk ook nog een regiekamer. En dat gebeurt hier allemaal. Veras, kun je dit even toelichten? Ja, dit is een regiekamer. Gebeurt fucking veel. Ja, het is echt. We beginnen hier bij Moïse. Zij is echt, zij let op alles. Zij is van de details. We hebben Telegram, een soort van chat. Dat zijn de berichtjes. Ja, we krijgen heel veel berichtjes binnen. We hebben echt honderden mensen die zitten daarin. We krijgen berichtjes binnen en wij kunnen hem vanaf hier goedkeuren. Dus dat mensen niet met Nazi en Adolf shit dat het op televisie komt. Altijd handig om daar iemand tussen te zetten. Chill, ja. En dan hebben we hier de bank. Nou, ah, heel belangrijk. Magic. Als mijn chick langskomt, dan gebeurt dat hier. Ja, precies. Want tijdens de uitzending ook. Het kan altijd. Altijd. Hier bij audio, ja, ik schuif maar gewoon met wat dingen. En er gebeurt wel iets. Ik durf er niet echt aan te zitten. Dus Marcel. Yo. Hij is vrijgezel. Voor de ladies. Voor de ladies. Marcel, wat is jouw taak vandaag? Ja, ik heb hier een hele oude Atari 2600 en dan gaan wat we. Wat spellen speel je dan? Pong. Oh, Pong, ja. Classic. Ja, altijd handig. Dus dat is wel heel tof. Ja, leuk. Ik snap dat ik echt helemaal geen flik. Volgens mij is dit iets voor de beelden of zo. Ja, dit is de camera. Dus we kunnen met die remote. Kijk, als hij. Dit is fucking leuk. Als hij schakelt. Nou, hier, let op die. Dat is even nu op zender. Oh, dat is op zender. Nog niet. Schakelt hij pas. Ah, ja. Maar dan zeggen we camera 1. Ik wil even een ander shot hebben op camera 1. Dus kijk wat er gebeurt. Oh! Hij kan ze proberen. Kan ik dat eens even proberen? Ja, tuurlijk. Maar het is gevoelig, hè? Dus. Ja, dus het is eigenlijk gewoon. Je moet het behandelen als je vriendin. Ja. Niet te. Wow! Kijk, dat bedoel ik. Het is echt gevoelig. Oh ja, wow. Dus, oh, dat is wel echt heel grappig. Het is gewoon gamen. En van Ronald inzoomen. Hey, dit is toch wel een mooie shot zo? Ja, zo is het op televisie. Ja, en dan doe ik store. Dan zeg ik, hats, store. Oh, dan kun je dat automatisch zeggen. Ga ik hem even verklooien en dan zeg ik. Hup, zit bam. In jouw preset. Super high-tech ook allemaal. Super high-tech. Televisie anno nu. Dit is super high-tech. Dit is Robert. Noem ook wel de makreel. Uit van vis. En wat doe jij eigenlijk? Ja, ik zit vandaag achter een schakeltafel. Dus ik zorg dat alle shots in beeld komen. Dat alle bumpertjes en alles wat je op de tv ziet. Dus... Ja, ik oh, dit. Oh ja, wow. Dit is eigenlijk het makkelijkste. Gewoon de knopjes in alles. Ja. Dit stelt niet zoveel voor. Nee, al deze knopjes doen eigenlijk niet. Maar zo kruts! Altijd zo. En dan dit is gewoon zo gedaan. Ja. Maar dat zit er dus allemaal achter zo'n televisieuitzending. Wie had dat ooit gedacht? Ja, het is gewoon heel nieuw allemaal voor mij. Maar ik vind het hartstikke vet. Dat het is gewoon een. Zodra je dan hier binnenkomt, kijk, het is gelijk gezellig, toch? Ik ben nog steeds dat kikkerspelletje aan het spelen. Ja, Ronald, het gaat gewoon niet goed met je. Maar ik vind het wel grappig, want zodra je hier binnen bent, heb je eigenlijk helemaal geen besef van wat er daarom gebeurt. Dan zit je hier gewoon lekker te gamen. Dat is het leuke. First. We zijn er allemaal klaar voor, we zijn gepoederd.
Dat was oh, sorry jongens. Ronald, sorry. We zijn gepoederd, we zijn mooi en we gaan over 10 minuten. Zo, oh, Ronald, rustig tegen mijn kont. Over 10 minuten, zoals je kan zien, gaan we live. Yeah! En dat wordt vet! Eerste uitzending met ons gewoon alleen, Ronald. En met Veras natuurlijk erbij. En met Smoke Thijs. We can do this. We gaan het gewoon doen. Hype. Klaar voor, Ronald? Ja, ik ben er klaar voor. We hebben onze microfoontjes. Nog een minuut bijna. Ja, je kan het daar zien. Het wordt echt hoe spannend. Het is 30 december, de woehoe! Dag waarbij alles mag en mijn naam is Veras. Nou Ronald! Dat is cool, hè? Dat was de eerste. Het was leuk. Ik ga eventjes op WhatsApp kijken. Dit was echt heel erg tof. Vond je het leuk? Ja, zeker. Hoe vond Thijs het? Die heeft ons nu voor het eerst een volledige show meegemaakt. Ja, ik ben de andere man, trouwens. Ja. Dat wou ik nog even kwijt. Nee, jongens, het is Thijs. Maar hoe ik het vond met jullie was fucking vet. Oh, yeah. Wow. Dat vond ik ook leuk. Give me some man love. Give me some man love. Ze echt net een minuutje van de lucht af. En ja, voor onze eerste reactie was gewoon tof. Echt gewoon leuk. Willen jullie dit ook gewoon zien? Heel makkelijk, Ronald. Kanaal 13 elke dag. Nou, volgens mij niet op zaterdag en zondag. Van maandag tot en met donderdag hebben ze live uitzending om 4:30 tot 5:30. Ja. En op vrijdag heb je zeg maar de hoogtepunten van de week. Ja. Zeg maar. En zien we ons weer. Zien we ons weer. Zijn voor aanstaande 27 januari zijn wij er weer. Volgt jaar. Maar Enon Joost doet mee, Dylan doet mee. We doen er nog meer naar Veras. Job. En Job doet ook mee van Doe Maar Gamer. Dus allemaal Veras, vette YouTubers. Veras nog een keer. Thomas. Veras. Heel veel mensen. Heel veel leuke mensen. En als je dat wil zien, ga gewoon naar Ziggo. Kanaal 13. Half. Geef hem nog ook een shout-out. Oh ja, nog een shout-out naar deze tijger. Rauw. Je moet even zeggen rauw. Shout-out. Rauw. Hoi. Je kanaal? Ja, in mijn kanaal heet Studio Tijger. Rauw. Beschrijving. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie nou een beetje een ideetje hebben gekregen van wat wij doen met First. We hebben het nog niet echt duidelijk gezegd. Volg ons op Instagram, Twitter, alles. Link in de beschrijving, dan kun je zien wanneer we live zijn en wanneer we weer wat gaan doen. En zeg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Zeg wij dikke, vette. Peace. Duimpje omhoog. En bedankt voor het kijken. Doei. Hey, ging echt goed, jongens. Dankjewel, Veras. Doei.